Goedemorgen vlog. Ik ga mijn grief even samenrapen, want ik ga naar huis vertrekken. Fijn dat jullie er zijn. Fijn dat jullie er direct zijn. Dat is een nieuwe vlog. Vergeet zeker even te liken. Vergeet zeker even te abonneren. En dan gaan we naar huis gaan. Vandaag weer een productieve dag. Normaal ga ik even gaan lopen, maar als ik hier gewoon even naar buiten kijk, ik wil even het gordijn hier open doen. Ik weet niet of jullie het zien, maar er is echt super veel regen weer. Dus dat zou een beetje vervelend zijn om te gaan lopen. Maar ik ga wel zien of we het gaan doen. Normaal zie je wel. Ik denk ook misschien even te livestreamen, maar ik moet ook nog de vlog afkrijgen voor vandaag. Want de editor die altijd een beetje druk in de kerstperiode, wat ik ook wel snap. Dus ik edit nu ook weer even alles zelf. En dan na het nieuwjaar gaat de editor weer overnemen. Dus dan is het allemaal weer in orde. Nolan heb ik ook al naar de stage gebracht. Dan heb ik ontbeten. En voor de rest is er eigenlijk nog niet veel gebeurd. Ik ben nu gewoon mijn grief aan het samenrapen. Dan ga ik richting huis vertrekken. Omdat ik morgen naar de kapper ga. Eindelijk, want zoals je ziet mag dat wel eens weg. Dus morgen ga ik naar de kapper. Denk ik toch? Ja, morgen 30 december en dan 31 december kom ik terug naar hier. Want dan gaan we hier nieuwjaar vieren met Noah en haar familie en zo. Ik vind dat jullie erbij zijn. Like en sub even. Dat we richting die 1150 subs kunnen gaan. Dus dat zou nice zijn. En ik vind het echt raar om te zeggen. Ik vind het echt raar dat ik nog steeds meer dan 1000 abonnees heb. Maar goed. Mijn jas bij mijn grief in de auto leggen. Voilà. Dat is hier echt bijna dagelijkse routine om alles in de auto te leggen. Wekelijkse routine eerlijk gezegd. En dan altijd mijn fiets mee te nemen en zo. Nu heb ik wel mijn rollen mee. Dat moet ik normaal niet doen. Want ja, als het goed weer is, dan rijd ik natuurlijk gewoon buiten. En dan moet ik gewoon mijn fiets meenemen. Maar nu dus rollen mee en al mijn andere grief mee. Richting Desselbergen, we go! Mijn haar ziet er trouwens ook niet uit, maar dat gaat wel beter gaan dan ik mij straks ga wassen. Het vervelende is, ik heb echt te lang mijn haar laten staan, dus nu is het alweer zo lang. Oh, dat is echt een nooiing. Ik moet echt gewoon vaker naar de kapper gaan. Oh. Jullie gaan nooit geloven waar net is toegekomen of wat ik net heb besteld. Oh, maar wacht. Nee, wacht. De trouwe fans gaan het al weten, want ik heb het al verteld in denk ik een vlog eergisteren of zo. Toen als ik bij Nolan was, want ik heb dus een cadeaubon van de mama van Nolan gekregen van Zalando. En mijn pakketje van Zalando is dus net toegekomen. Wat zou er hierin zitten? Dit is fucking nice. Aha, hier. Zo. Jabla. Oh, we kunnen het nog niet lezen. Hier op de achterkant wel. Salomon. Het zijn namelijk Salomon trailrunning schoenen. Ik wou die al super lang, omdat ik graag wat meer wil gaan trailrunnen en zo. Dus ik was echt naar trailrunning schoenen aan het kijken, want de schoenen die ik nu heb, die hebben totaal geen grip. Want dat zijn schoenen voor weg. En dit zijn echt schoenen voor meer grip en zo en voor te gaan trailrunnen. En dat lijkt me ook super leuk om meer in de bossen en zo te gaan lopen. Dus die dingen allemaal. Maar het was dus super toevallig, want ik had een bon van de ouders van Nolan gekregen, van Zalando. Ja, omdat ze wisten dat ik graag die trailrunning schoenen wou. En die schoenen waren nog eens met korting. En tot de tweede kerstdag was er nog een keer 20% korting extra op. Dus ik heb letterlijk super weinig moeten betalen voor deze schoenen, die ik eigenlijk al super lang wou en die al een tijdje in mijn lijst zaten. De Salomon trailrunning schoenen. Check hoe fucking cool. En zoals je ziet, veel meer grip hier op de onderkant. Dus dat is fucking nice. Dat is echt kei cool. En het is zo'n bepaalde lacing system dat Salomon heeft. Kijk, dit. En blijkbaar is dat super goed en gaat dat gewoon niet rap los. Dus dit zijn super mooie schoenen. Ik ga ze dan ook even passen. Er zit nog een dingetje in. Een papiertje even uithalen. Voilà, zo die dingen zitten er altijd in. En ik heb ook wat reviews gekeken. En de zool die erin zit, hier, die is vastgelijmd eigenlijk. Met dit model. Oh, hier ben ik blij mee, guys. Ik ga nogal wat kunnen gaan trailrunnen. Oh, die zijn zo sexy. Hier, mijn schoen heeft hier dus blijkbaar een zakje. En hierin kan ik dan mijn ding steken. Check hoe cool, P. Check hoe fancy. De Salomon schoenen. Binnenkort Salomon schoenen review. Ik ga ook even de andere aan doen. Rune heeft ondertussen mijn dinges geopend. Even checken wat hij zegt. Oh shit, nieuwe patas. Ja, ja, Rune, we hebben nieuwe patas. Qua maat zijn ze hier echt perfect, dus daar ben ik echt blij mee. Ik heb een 42 en 2 derde gekocht. Ik wou altijd al zo'n shit kopen, maar ik dacht altijd, ja, mensen gaan mij raar vinden. Maar Rune, die koopt zelf zo'n shit en zo'n Patagonia t-shirts en zo, wat ik ook fucking cool vind. En ik dacht, als Rune dat doet, why would I give a fuck? Snap je? Dus daar ben ik echt kei content mee. Oh, die zitten echt nice. Daar ben ik echt kei blij mee. Check dit. Dit is crazy. Dit is een crazy shoe. En ze zitten echt nice. Ik denk echt om te lopen dat die ook kei goed gaan zijn. Die ga ik eens gaan tonen aan mijn mama. En terwijl de vlog in de render zit en dus bijna gedaan is, is de cross hier bezig. En ik wil dat wel zeggen dat ik mij dus heb aangekleed. We hebben hier een super prachtige outfit aan. We hebben de kort shortje, want ik doe dat graag onderaan. Met de lange shortje. We hebben hier een onderlijfje met de hartslagsensor aan. Oei, je kunt het niet zien. Een t-shirt heb ik ook aan. Mijn kousen. En we gaan ook de trailrunning schoenen aandoen. Maar daarvoor, die staan hier. Voilà, die gaan we eens aandoen. En we gaan die eens gaan testen aan... Ik heb hier zo'n water in de buurt.
Bamir Singh zeggen. Hoe heet het hier? Allee, dat kan toch niet. Hoezo ben ik dat vergeten? Dan Valleymeer. Amai, hoho, jongens, toch goedemorgen. Dan kijken. En dan zitten we eigenlijk perfect op schema. Nu, even nog, terwijl de vrouwen bezig zijn met de cross, ga ik de thumbnail maken, de vlog uploaden. Dan zit dat allemaal in orde. Dan ben ik ook volledig aangekleed. En dan, daarnaast we terugkomen, douchen, camera opruimen. En dan gaan we streamen en aan de app werken. En dan hebben we ook weer een goede dag vandaag. Let's go, we zijn goed bezig. Ik ben ook al wat dingen behind the scenes aan het plannen, maar dat weten jullie nog niet. In verband met een beetje veranderingen op mijn YouTube. Want ja, we kunnen niet altijd maar blijven dagelijks vloggen. En ik ga wel blijven dagelijks vloggen, daar niet van. Maar ik ga nog leukere dingen doen. Dus ik ben een beetje behind the scenes daarvoor al bezig. En ik beloof jullie, want ik ga ze inplannen, die dingen. Gaan er nog leuke dingen aankomen. Dus dat kan ik wel echt beloven. Spannend. Ik kijk er echt naar uit naar 2024. Het wordt echt een mooi jaar. Want trouwens, als jullie deze vlog aan het kijken zijn, zijn we 3 dagen later. En dan zijn we 1 januari, denk ik zelfs. Dus gelukkig nieuwjaar aan jullie. Jullie zitten al in 2024, but I am not. Ik zit 3 dagen achter. Ik kijk er echt naar uit. Ik ben echt hard aan het werken en dan gaan we er echt iets moois van maken, guys. En voor de mensen die de vlog van gisteren niet hebben gezien, ik heb een Strava Club gemaakt, namelijk Loran YouTube. Het linkje van de Strava Club staat sowieso in de beschrijving. Ik wil jullie motiveren en zo. En we moeten elkaar ook wel motiveren. En dan als ik activiteiten wil doen of samen events of zo, dan kunnen we dat daar ook in plannen. En dat zou fucking nice zijn als we dat kunnen doen. Dus join zeker even mijn Strava Club, linkje in de beschrijving. En dan gaan we gewoon elkaar motiveren. Vergeet ook even niet de Discord te joinen als je dat nog niet hebt gedaan. Daar geef ik jullie sneak peeks. En daar staat trouwens een heel leuk nieuwtje in. Dus als je dat wilt weten, dan moet je even mijn Discord checken in de sneak peeks. Dag iedereen. We zijn aan het lopen met de nieuwe schoenen. Ja, zeker en vast. Dus we gaan ook even off-road. Zoals je ziet hier aan het Panvalleymeer. Dit is zo'n wegje richting het Panvalleymeer. En dan ga ik zien hoeveel kilometer ik heb. Ik moet 45 minuutjes doen, maar ik denk dat ik ook nog even erachter ga. Zo het park van Destelbergen weep ik. Dus ja, ik vind het wel geestig. Ik moet zeggen, mijn neus is minder erg dan dat ik dacht. Dus ik denk dat ik vanaf volgende week terug mijn intervallen ga doen. Mijn hartslag is wel echt nog altijd echt niet onder controle te houden. Dus ik mag gewoon trager lopen, maar ik loop al zo traag. Dat ben ik echt niet gewoon, dus misschien moet ik gewoon terug wat meer beginnen fietsen en mijn conditie sowieso wat beter wordt. En begin niet op de regen, zeker. Even tussen de man en de vrouw door van de crossen doen uit. Even gewoon gaan lopen. Let's go. Nou, ik ben echt blij dat ik zo in die flow zit en de motivatie om te gaan lopen. En ik moet zeggen, die schoenen, echt fucking nice. Natuurlijk, minder damping en zo. Maar veel meer grip nu op deze ondergrond bijvoorbeeld. En als ik ze wat in heb gelopen, dan ik beter kan doen. Dus, ik ga genieten. En mijn hartslag wat lager. Dat is ook allemaal altijd als ik vlog. En ik praat dus mijn hartslag. Ziet in de lucht. En het rondje is dus kleiner dan ik dacht, dus we gaan wel richting de tocht van Destelbergen. In plaats van naar daar te gaan, gaan we nu naar daar. En dan op het einde van de straat komen we al uit aan een parkje. En dat parkje is gelijk 700 meter of zo. En dan loop ik zo terug en dan langs die kant richting huis. Let's go. Volgens mij heeft het water hier letterlijk nog nooit zo hoog gestaan. Check dit. Oh, dat is echt niet normaal. Maar dit is dus Destelbergen Park. En hier komen wij super veel met zo als ik sportkamp gaf en zo. En Giro vroeger ook. We waren uit de Giro gegaan. Want dat was echt kut. Maar we kwamen hier wel veel. En spelletjes spelen en zo. Dus als je van Destelbergen en omstreken bent, gaat je hier sowieso ook kennen. Check, het is echt helemaal onder water. Crazy. Maar ja, op zich met die regen ook wel best normaal. En ik zag trouwens op Instagram passeren, nu ik over het weer bezig ben. Blijkbaar mocht je nergens vuurwerk afsteken in België of in Oost-Vlaanderen. Door dat er te veel wind is. Wat dat wel begrijpelijk is, anders zou dat ook wel gevaarlijk zijn. Dus dat er in een boom komt ofzo. Misschien moet ik gewoon terug wat meer gaan fietsen, want mijn loopconditie trekt echt op niets. Oh. En dan kan ik toch met fietsen. Mijn conditie een klein beetje opkrikken, hopelijk. Kijk eens wat ik hier zie.
a rainbow. Oh, so pretty. Het begint een beetje frustrerend te worden, want ik loop 7 minuten 30 per kilometer en mijn hartslag is nog in zone 3. En mijn conditie is nog nooit zo slecht geweest. Terwijl ik ben wel toch consistent aan het lopen. Ik weet echt niet van waar dat plots komt. Ik hoop echt dat ik begin, of dat ik snel wat progressie maak, want ik wil gewoon terug naar de tijd waar ik 5 minuten 15 kilometer liep en mijn hartslag 10 slagen lager was dan dit. Oh. Ik ben thuisgekomen van het lopen. Het was eigenlijk wel leuk, maar zoals ik zei, ik heb gewoon echt geen conditie meer. Ik weet echt niet waar die naartoe is gegaan. Misschien, het ding is, wat ik wel heb gemerkt, is vooral in de zomer ook, vanaf dat ik begin te fietsen en mijn conditie bij het fietsen begint goed te worden, gaat mijn conditie bij het lopen ook beter. Ik moet gewoon misschien even de proces nog even trusten en gewoon even een paar weken lopen. Dan gaat dat ook sowieso wel beter gaan. Maar mijn hartslag is nu echt veel te hoog en ik vind het niet leuk. Dus misschien moet ik gewoon terug wat meer op de fiets gaan en dan hopen dat mijn conditie snel beter wordt. Want ik heb ook al even niet meer gefietst, dus als niet zo nice. Maar het probleem is gewoon, het is echt geen goed weer en ik heb geen zin om altijd mijn fiets te kruisen, want daar heb ik ook gewoon geen tijd voor. En dan moet ik alles op de rollen doen en dat is echt een mentale barrière voor mij als mijn rollen hier gewoon staan in de garage, zo dat ik in de koude moet gaan en zo. Ik had liever gewoon mijn rollen hier boven op zolder gehad. Dan kon ik gewoon hup naar boven, mijn fietskleren aan, hup naar zolder, mijn laptop klaarzetten, bam, en ik kon op de rollen. En dat is echt een mentale barrière voor mij, dus misschien moet ik mij daar gewoon overzetten, van dat ik mijn kleren aan doe, dan naar beneden ga. Maar het ding is, ik moet dan alles klaarzetten, alles meenemen, dus dat is echt super vervelend. Ik kan wel zoveel zeven als ik wil, ik ben wel gewoon mijn looptrainingen aan het doen en dat zal allemaal wel in orde komen. Maar nu is dat gewoon even vervelend, dat mijn conditie echt super slecht is, want ik deed looptrainingen echt zo... wanneer was ja, in mei of zo, heb ik ooit een keer een periode gehad dat ik echt gewoon aan het lopen was. En toen liep ik 5-15 per kilometer voor rustige duurloopjes. En ik wil gewoon zo graag die conditie terug, want nu loop ik letterlijk 6 minuten 45 gemiddeld. En mijn hartslag is nog altijd fucking hoog. Dus dat is echt gewoon vervelend, omdat ik gewoon in conditie wil geraken en ook voor jullie leuke video's wil maken. En een beetje mijn best wil doen, snap je? Want ik denk dat als er zo lokale wedstrijdjes zijn, loopwedstrijdjes of weet ik veel wat, dat ik toch wel echt top 10 kan halen. Of in lokale triathlons of zo uiteindelijk. Dat ik echt wel nog een goede plaats kan halen. Dat is ook sowieso leuk voor de filmpjes en zo. En je weet nooit dat er zo'n lokaal evenement is waar er niet zoveel goede deelnemerslijsten aan meedoet en dat ik zelf podium kan doen. Je weet dat nooit dat dat kan gebeuren. Dus ik ben daarvoor echt hard aan het trainen en dat zou ook wel nice zijn voor de vlogs. Dus voilà. Ik ga mij nu even gewoon wassen en dan ga ik streamen, want dat heb ik beloofd. En dan ga ik doen en dan verder mijn app maken. Dus daar kijk ik wel naar uit. Dus voilà. Let's go. Oké, en dit was dan de vlog voor op 1 januari vandaag. Het is dus nieuwjaar vandaag. Ik heb de vlog niet meer afgesloten, want ik was dus aan het livestreamen die dag. En dan heb ik gewoon eigenlijk aan mijn app gewerkt. En is er niet veel interessants meer gebeurd. En ik dacht eigenlijk ook, ja, deze vlog komt online op 1 januari. Dus ik wil jullie even gewoon nu een gelukkig nieuwjaar wensen. En een fijn 2024. De vlog die ik vandaag ga opnemen van nieuwjaar en oudjaar en zo, die komt allemaal later online. Over een paar dagen gaan jullie die zien. Want ja, ik loop 3 dagen achter met de vlogs. Merci aan iedereen die mij gesupport heeft in 2023. We gaan 2024 nog veel meer knallen. Er komen nog leuke dingen aan. Even school nog grinden en dan komen er leuke dingen aan voor YouTube. Dus ik hoop dat jullie genoten hebben van de vlog. Morgen ben ik er sowieso weer bij mijn gloednieuwe vlog om 6 uur. En zoals ik altijd zeg, ciao. Kus.